mei 1940, in de vroegste ochtenduren, wordt Tweede Kamervoorzitter van Schaik uit zijn bed gebeld. De Duitsers zijn Nederland binnengevallen. Het is oorlog. Het oorverdovende lawaai dat hij hoort, bevestigt het onheilsbericht. De lucht rond Den Haag is bezaaid met parachutisten van de vijand. Er staat die middag op de 10e mei een debat gepland over een wetsvoorstel tegen landverraad. Voor de 37 nog aanwezige Kamerleden legt hij die middag een verklaring af. De oude zaal van de Tweede Kamer, beter bekend als de vergaderzaal met de krappe groene bankjes, is de plek waar 2 eeuwen lang parlementaire geschiedenis werd geschreven. Totdat in 1992 de nieuwe plenaire zaal van de Tweede Kamer in gebruik werd genomen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er geen debatten in de oude zaal. De laatste vergadering was op 10 mei 1940. In de oorlog is de oude zaal amper gebruikt. In een van de groene bankjes spreek ik met Manon van der Vondenvoort. Manon, waar bevinden we ons nu? We zijn in de oude zaal van de Tweede Kamer. En deze zaal is ooit gemaakt als balzaal voor stadhouder Willem V. En is eigenlijk bekend geworden als vergaderzaal van de Tweede Kamer. Ja. Hij heet nu de Oude Zaal, maar tot 1992 was het gewoon de zaal, de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Met de bekende groene bankjes waarin vergaderd werd. Waarom waren ze zo beroemd? Eigenlijk omdat ze zo onpraktisch waren. Ze zaten niet zo heel lekker. En na 1956 zijn er 3 mensen in de bankjes gekomen in plaats van de oorspronkelijke 2 mensen. Waarom? De grondwet werd veranderd. We gingen van 100 naar 150 Kamerleden. En toen hebben ze gedacht, in plaats van 2 mensen, 3 mensen in de bankjes. Dat werd wat krap, hè? Dat werd wat krap. Degene in het midden had inderdaad de minst fijne positie. Ja. Laten we even teruggaan naar 10 mei 1940. De eerste dag van de oorlog in Nederland. Wat gebeurde er hier toen? De Tweede Kamer kwam bijeen. Eigenlijk in enige angst. De situatie te bespreken. Wat was de situatie toen? Duitsland had Nederland binnengevallen. Het was 1 uur 's middags. En de Tweede Kamer kwam bijeen om te bedenken, wat moeten we nu? En de voorzitter sprak uiteindelijk een reden uit. En na de 38 leden die aanwezig waren. En de Kamer ging uiteindelijk na die reden tot onbepaalde tijd uiteen. En waarom waren dan niet al die Kamerleden er? Dus minder dan de helft. Niet alle leden konden aanwezig zijn. Heel veel leden wonen natuurlijk niet in Den Haag. En om hier te komen in die tijd, dat ging niet zo snel. Maar ook een aantal leden hadden natuurlijk de angst dat ze misschien wel opgepakt zouden kunnen worden. Ja. Want dat was dan de laatste vergadering in de oorlog? Ja, het is de laatste vergadering geweest voor de komende 5 jaar daarna. En niemand wist dat dat voor 5 jaar zou zijn natuurlijk. Nee, niemand weet natuurlijk wat daarna komt. En kun je iets vertellen over de sfeer tijdens die vergadering? Er is niet echt iets opgeschreven over de sfeer, maar je kan je indenken dat mensen heel angstig waren, dat Kamerleden eigenlijk niet wisten wat er nou aan de hand was. Er zijn scenario's opgeschreven hierover, maar een echte sfeer is niet echt te omschrijven. En toen de bevrijding, wanneer werd er weer vergaderd? In 1945 zijn ze bij elkaar gekomen weer. Dus in juni 1945 was er een eerste vergadering van de mensen die erbij konden zijn. De Kamerleden die erbij konden zijn. En pas in september 1945 is er weer een eerste echte vergadering geweest. Waren al die Kamerleden er nog? Nee, niet elk Kamerlid was er. Een deel van de Kamerleden is in de Tweede Wereldoorlog overleden. Is ook in de kampen omgekomen. En een deel van de Kamerleden is toen bestempeld ook als fout. Dus, ja. Die mochten niet meer komen? Nee. Er is in augustus 1945 is er 3 weken lang een onderzoek geweest naar elk Kamerlid. Om te kijken of, zoals ze dat toen zeiden, goed of fout. Hoe goed of fout een Kamerlid was. En uiteindelijk zijn daar, het merendeel van de Kamerleden is door die zogenaamde zuivering gekomen. En uiteindelijk hebben ze dat aangevuld met een commissie die ervoor heeft gezorgd dat we weer op 100 Kamerleden zaten. Opvallend natuurlijk ook in deze zaal zijn die prachtige tribunes. Ja, tijdens de vergadering waren die heel fijn. De pers kon er boven plaatsnemen en het publiek ook. Dan was het wel lekker krap op elkaar. Maar het was wel een goede manier om bij de vergadering aanwezig te zijn. En ten tijde van de balzaal, waar werd het toen voor gebruikt? Ja, voor het orkest.
Ja, daar hangt hij, dat is het. Een schilderij van Joop van Schaik. De wat voorzitter. Heeft hij nou op zijn revers? Ik denk dat dat een koninklijke onderscheiding is. Een kleine lintje. Ja, driedelig, zwart pak. In rockkostuum denk ik dat hij, zo zat hij ook de vergaderingen altijd voor. Hij kijkt ons ook wel zelfverzekerd en indringend aan, ja. Vind ik. Van Schaik was Tweede Kamervoorzitter sinds 1937. En die vertelt later, als hij terugblikt op deze periode, vertelt hij ook hoe hij meteen 's morgens wakker schrikt van de vliegtuigen die boven zijn huis cirkelen. Wat gebeurt er dan? Hij denkt al vrij snel, ik ga toch de Tweede Kamer bijeenroepen. Ook al weet ik dat waarschijnlijk maar 1/3 of op zijn beste helft aanwezig kan zijn. En dat blijkt ook, een heleboel Kamerleden kunnen niet. Hij breekt dan ook eigenlijk de regels, want je moet voor een Kamervergadering eigenlijk de helft van de aantal leden aanwezig hebben. Dat lukt niet en toch opent hij die vergadering. En waarom is niet iedereen er dan? Andere zorgen Den Haag niet kunnen bereiken. Je ziet in de lijst van mensen die aanwezig zijn eigenlijk vooral mensen die in Den Haag en omstreken wonen. Ja, want die kunnen de Kamer gewoon bereiken op dat moment. Precies. En hoe doet Van Schaik dat? Ik bedoel, hij is wakker geschrokken. En toen? Ja, hij neemt als eerste contact op met het kabinet om te overleggen of de vergadering door zal gaan. Er stond een wetsvoorstel ook gewoon op de agenda. En dat leidt ook nog wel tot een conflict met de premier, De Geer heette die destijds. Later noemen we dat ook de oorlogspremier. Die wil niet komen naar de Tweede Kamer. Omdat hij zegt, ik moet nu in een heel ander overleg over de vraag hoe gaan we het land verdedigen tegen de Duitse inval. Maar Van Schaik dringt heel erg aan. Hij zegt, het is heel belangrijk dat het kabinet nog in de Tweede Kamer aanwezig is. Dat het zijn gezicht nog laat zien. Maar De Geer komt niet. En dan besluit Van Schaik min of meer eigenstandig. Ik laat de vergadering doorgaan. Er gebeurt verder in die vergadering niets anders dan dat hij een hele korte verklaring voorleest. Wat is eigenlijk de boodschap van Van Schaik? Hij spreekt zijn afschuw uit over de inval. Over het feit dat Nederland voor een verschrikkelijke oorlog staat. Hij spreekt zijn hoop uit dat het goed zal gaan met het land. En hij schorst de vergadering voor onbepaalde tijd. En dan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat doen de parlementsleden dan? Komen ze nog bij elkaar? Het komt niet meer bijeen tijdens de oorlog, het parlement. Het staat eigenlijk op non-actief. Een tijd lang is ook onduidelijk wat de status is van het parlement in die oorlog. Totdat de Duitsers in 1941, omdat ze ontevreden zijn eigenlijk over hoe de Nederlandse bevolking zich laat meeleiden in een natiebewind, dan besluiten ze om alle vertegenwoordigende instellingen eigenlijk kalk te stellen, zullen we maar zo zeggen. Dus dan besluit het natiebewind om de Tweede Kamer helemaal op non-actief te stellen en alle leden te vragen hun ontslag in te dienen. Maar bijna alle Kamerleden weigeren dat. Uit principe vooral. En vooral ook om te zorgen dat de naties niet nog meer argumenten hebben om straks die Tweede Kamer niet meer bijeen te roepen of om hem ongeldig te verklaren. Rechterkant. Ja, daar hangt hij. Herken jij hem? Ja, hier op het. Oh, hier, dit is hem. Op het laatst. Oh ja, natuurlijk. Ja. Hier is hij dan, onze Van Schaik. Karakteristieke kop. Meester J.R.H. Van Schaik. Voorzitter in 29, 30, 33, 37, 38, 48. Ja, staat er ook mooi boven, hè? Ja. Alsof er geen oorlog tussen is geweest. Ja, bizar. 1938, 1948. Ja. Mei 1945, eind van de Tweede Wereldoorlog. En dan duurt het nog heel lang voordat het parlement weer bij elkaar komt. Waarom is dat? Ja, ik wou dat ik erbij kon zijn geweest om eens te zien hoe dat gevoeld moet hebben. Want de dagboekverslagen geven een heel gemengd beeld. Enerzijds was er natuurlijk een heel vrolijk sentiment. Hè? We zijn bevrijd, we kunnen weer vergaderen. Het parlement, de volksvertegenwoordiging keert terug. Weerzien van oude bekenden. Zeker de mensen die ver van elkaar woonden. En tegelijkertijd is de stemming ook heel bedrukt. Want er zijn natuurlijk een aantal leden niet teruggekeerd. Ja, hoeveel mensen komen er terug eigenlijk dan in die Tweede Kamer?
Ruim 75. 10 Kamerleden keren niet terug omdat ze overleden zijn in de oorlog. Een aantal daarvan is ook echt in concentratiekampen om het leven gekomen. En dan zijn er Kamerleden die ontslag hadden genomen. Een enkel Kamerlid is overgestapt naar het kabinet. Dus in het totaal blijft het een kwart van de Tweede Kamerbankjes leeg. Bij die eerste vergadering? Bij die eerste vergadering, ja. Ja. Heel pijnlijk laat dat zich zien bij de fractie van de communisten. Er was een driemansfractie. 2 leden hebben de oorlog niet overleefd. Dus een derde lid zit in zijn bankje alleen en keert als enige woordvoerder van de communisten terug. En heeft die Kamer op dat moment nog voldoende macht? Nee, eigenlijk is het een beetje een onthoofd parlement. De Kamer keerde terug op 25 september met maar 1 opdracht. En dat was om te vergaderen over en mee te besluiten over hoe het parlement weer hersteld moest worden. En maar eigenlijk vleugellam, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Eigenlijk vleugellam. Ze hadden een aantal belangrijke bevoegdheden niet, waarvan de belangrijkste was het recht om te interpelleren, dus om ministers te ondervragen. Zeg maar, nu zouden we het noemen, een spoeddebat aan te vragen. En ze mochten eigenlijk alleen maar een handtekening zetten onder een wetsvoorstel over hoe nu verder. Dus echte debatten waren er niet? Nee, er zijn eigenlijk geen debatten. In het voormalige ministerie van Justitie aan het plein is misschien wel de mooiste bibliotheek van Nederland gevestigd. De Handelingenkamer. Rijksbouwmeester Cornelis Hendrik Peters liet zich inspireren door China. En dat kun je zien aan de rood-groene aankleding. De handgrepen in de vorm van drakenklauwen, de schubben in de dakkoepel en de drakenkoppen aan de balustrades. Hier staan 30.000 boeken over staatsrecht en politiek. In de Handelingenkamer ontmoet ik boekhistoricus Alex Alsemgeest. We zijn in de Handelingenkamer. Dat is de oude bibliotheek van de Tweede Kamer. Een prachtige, gestileerde, knusse ruimte waarin je de zwaarte van 2 eeuwen politieke geschiedenis letterlijk om je heen voelt. We zijn hier echt omringd door de geschiedenis. Op de onderste paar verdiepingen zien we de handelingen. En kun je uitleggen wat de handelingen zijn? Wat is dat precies? In de handelingen vind je het woordelijk verslag van alles wat er in het parlement is gezegd. Alles vanaf de allereerste vergadering ruim 2 eeuwen geleden tot vandaag de dag. En wat doet zo'n ruimte dan met een boekhistoricus? Dit voelt altijd als een klein tempeltje waar je binnenkomt wandelen. Zeker omdat het niet zo enorm is, maar wel heel hoog. Het heeft iets imposants. En je voelt echt die lading van die politieke geschiedenis hier. Ja, op je neerdalen. En ik denk dat je ervan moet houden, maar het is niet voor niets dat alle mensen hier altijd graag komen. We gaan heel even naar de Tweede Wereldoorlog. Er is hier een lege plank in deze bibliotheek. Een heel belangrijke lege plank. Wat is het verhaal daarachter? In de hoek van de Handelingenkamer, daar houden we 1 plank leeg. Om aan te geven dat hier niet alleen alles staat wat er in de afgelopen 2 eeuwen besproken is in de Tweede Kamer. Maar dat er ten tijde van dictatuur 5 jaar lang niet gesproken kon worden. In een dictatuur moet men zwijgen en dat symboliseert de lege plank. Waarom is het belangrijk om zo'n lege plank te hebben dan? Omdat je daarmee een heel duidelijk accent legt. Je accentueert wat er in die 5 jaar niet mogelijk was. En dat kun je alleen zien door alles wat er in die andere 200 jaar wel mogelijk was. Alle boeken die je hier om je heen ziet, die vertegenwoordigen het democratisch debat dat we onder normale omstandigheden altijd met elkaar kunnen voeren. En die ene lege plank symboliseert wat er gebeurt als dat 5 jaar lang niet mogelijk is. Nou was er natuurlijk een laatste vergadering in de oude zaal. Dat is nog wel genoteerd, hè? Dat hebben we hier voor ons liggen. Wij staan voor de afschuwelijke werkelijkheid van den oorlog. De Kamer gaat tot nadere bijeenroeping uiteen.
Ja, dat is een beroemd verslag. Op 10 mei 1940, enkele uren nadat de Duitse inval was begonnen, was er nog een beperkt aantal Kamerleden aanwezig. En voorzitter Van Schaik heeft toen een korte, krachtige mededeling gegeven waarin hij de inval scherp veroordeelde. En daarna is de Kamer uit elkaar gegaan en was onduidelijk hoe lang het weer zou duren voordat men weer bij elkaar kon komen. En wanneer was de eerste vergadering na de oorlog? Op 25 september 1945 kwam de Tweede Kamer voor het eerst weer bij elkaar. Dat was een tijdelijke zitting. En, ja, daar heb ik hier een kopie van, hè? Want dat is uit zo'n dik boek ook gehaald. En het was dezelfde voorzitter nog, Van Schaik, van de laatste vergadering. En dan wordt er gezegd, geachte medeleden, na de lange, bange jaren van scheiding verheugt het mij de vertegenwoordiging van het Nederlandse volk weder te hebben kunnen bijeenroepen. Vele leden zijn ons sindsdien ontvallen, maar van verscheidene door den dood. Laten we hen, die als goede Nederlanders met ons hebben samengewerkt en die, merendeels gedurende tal van jaren, hun werkkracht en talenten vol toewijding hebben gegeven aan het behartigen van het lands welzijn, met dankbaarheid blijven gedenken. Ja, dat is prachtig. Dat is dezelfde Van Schaik die 5 jaar eerder de boel afsloot. En die mag hier de vergadering weer openen. En staat dan uiteraard eerst stil bij wie er allemaal niet meer zijn. Dit is Binnenhof nummer 7. Waarin de Tweede Wereldoorlog de geheime dienst, ofwel de Sicherheitsdienst, was gevestigd. In een martelkamer in de kelder werden verzetsmensen op gruwelijke wijze verhoord. In dit kamertje wachtte verzetsheld Gerrit Kastein. Nadat hij was opgepakt voor moord op een NSB'er, werd hij hier naartoe gebracht. Deze kamer, waar de SGP-fractie huist, is inmiddels uit eerbetoon naar Gerrit Kastein vernoemd. De Kasteinkamer dus. Buk Goudriaan schreef een boek over de verzetsheld. Wie is Gerrit Kastein? Het belangrijkste is om te herdenken als een communistische verzetsman die voor veel communisten een grote inspirator geweest is om tegen de Duitsers in het verzet te treden. Met name door zijn netwerken die hij had, was hij betrokken bij talloze verzetsgroepen, waaronder CSS, Militair Contact, de Vonk en het Medisch Contact. En daar steeds heeft hij mensen geïnspireerd tot verzet. Hoe is hij in het verzet terechtgekomen? Nou, dat begon al eigenlijk in 1933, want toen zat hij voor zijn studie in Heidelberg. En dat was net in de periode dat Hitler aan de macht kwam. Dus het antisemitisme en de jacht op communisten die toen op gang kwam, heeft hij toen al van dichtbij meegemaakt. En werd toen lid van de CPN, de Communistische Partij Nederland. Nou, was toen al communist en is dat gebleven. En communist nogal in de traditionele marxistische zin, een zeer overtuigde marxist, streng in de leer. En voor welke verzetsdaden is hij verantwoordelijk? Wat heeft hij gedaan? Nou, hij was vooral inspirator. Hij kende ontzettend veel mensen en inspireerde heel veel mensen. Dus dat is zijn grootste kracht geweest. En zijn belangrijkste verzetsdaad is natuurlijk het doodschieten van de hoge NSB'er Redon en dienstvrouw in Voorschoten op 19 februari 1943. Nou is hij uiteindelijk opgepakt, gearresteerd op 19 februari 1943 ja. Door de Duitsers. Hè? Door wie is hij verraden? Is dat ooit bekend geworden? Ja, dat is bekend geworden. Hij kende ontzettend veel mensen. Hij had met iemand die hij al kende een afspraak. En die man die werd in Utrecht gearresteerd in een reeks van arrestaties. Die man had in Utrecht een afspraak en die werd gevangen genomen omdat er een ander weer gearresteerd werd. En bij hem vonden ze een notitieboekje waarin die afspraak in Café de Kroon stond voor 19 februari om 10 uur in Delft met Gerrit Kastein. Dus ze hebben die man met een stok in zijn broek en geboeid meegenomen naar dat café en daar aan een tafeltje gezet. En om 10 uur kwam Kastein binnenlopen voor die afspraak en werd meteen gearresteerd. Ja. Uiteindelijk zijn ze dus hier en is hij in deze kamer terechtgekomen om verhoord te worden. Dit was de verhoorkamer waar we nu nou, zitten. Nou, hier zat hij, althans op dat moment werd hij nog niet verhoord, maar hij zat voorlopig gevangen met 3 of misschien wel 4 bewakers om zich heen. Maar de een na de ander ging iets koffie drinken of thee drinken of even weg. En toen was hij op een gegeven moment met maar 1 bewaker. En wat is er toen in deze kamer gebeurd? Hij is geboeid en al door het raam gesprongen en beneden terechtgekomen met een schedelbasisfractuur.
leefde op dat moment nog wel, maar overleed later in het ziekenhuis. En hij wist dat als hij gevangen genomen zou worden, dat het heel moeilijk zou worden om te ontkennen wat hij gedaan had. Hij, voordat je het weet, zei hij ook tegen anderen, ga je toch bekentenissen doen? En dan wist hij van, als ik gepakt word, dan maak ik een einde aan mijn leven, liefst met het meenemen nog met een Duitser. En probeer ik zo aan verhoor te ontkomen. Aan het plein nummer 23 ligt het logement van Amsterdam. Nu is dat onderdeel van de Tweede Kamer. Waar vroeger Amsterdammers sliepen die het landsbestuur vertegenwoordigden. Dit gebouw was in de Tweede Wereldoorlog het onderkomen van Arthur Seyss Inquart, Rijkscommissaris van Nederland namens Nazi-Duitsland. Zeg maar de hoogste Duitse bestuurder. Historicus Geraldine von Freitag van de Universiteit Utrecht vertelt over Seyss Inquart. Dit is het gebouw van het logement van Amsterdam. En in de Tweede Wereldoorlog was hier eigenlijk het kantoor van Arthur Seyss Inquart gevestigd. En wie is Seyss Inquart? Hij is de Rijkscommissaris van het bezette Nederlandse gebied. Hij is hier in mei 1940 is die geïnstalleerd, voorgedragen door Hitler zelf. En hij was de hoogste persoon van het Duitse bezettingsbestuur. Ja, wat was zijn taak dan precies? Nou, het Rijkscommissariaat is eigenlijk een toezichthoudend bestuur dat als het ware als een soort paraplu boven het Nederlandse ambtelijke apparaat werd gezet. En zou toezicht houden op hoe het hier in Nederland gaat. Hij kreeg wetgevende bevoegdheden, dus het was eigenlijk een koning en een wetgever in één. Dus hij was echt het onbegrensde macht in Nederland. Ja, hij was de baas in dit land. Ja, ja, ja. Maar geen militair? Nee, het was wel een SS'er. Dus als je hem in een uniform ziet met een pet op, dan is dat het SS-uniform waarschijnlijk. Maar hij had geen militaire rang in Nederland in ieder geval. En wat kun je nu nog zien aan dit gebouw dat hij er in de oorlog heeft gewoond? Nou ja, aan de voorkant zie je natuurlijk heel goed die verstevigde deur die door de Duitsers is aangelegd om Seyss Inquart te beschermen als die zou binnenkomen in het gebouw. En in het gebouw zelf is ook nog een Luftschutzraum, dus een schuilkelder aangelegd waar hij kon schuilen als er een aanval vanuit de lucht zou zijn geweest. Ja, en die deur is er nog steeds? Die deur is er nog steeds. Ja. En hierachter, wat toen de tuin was, stond een bunker. Dus dat is een extra verstevigde plek waar hij kon schuilen als er een luchtaanval zou plaatsvinden. Wat was zijn band met Hitler? Nou ja, hij is persoonlijk benoemd door Hitler en hij had ook persoonlijk verantwoording af te leggen ten aanzien van Hitler. Dus er was een direct lijntje tussen hem en Hitler. En hoe is hij aan zijn eind gekomen? Nou, hij is een van de 20 kopstukken van het nazi-regime die in Nuremberg na de oorlog zijn veroordeeld. Hij is ter dood veroordeeld, dus hij is opgehangen en dat was het einde. We zitten hier voor de Ridderzaal, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Ook een heel belangrijk gebouw voor Seyss Inquart. Ja, Seyss Inquart is hier geïnstalleerd eind mei 1940. Geïnstalleerd als Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied. Die dag wordt ook wel Bruine Prinsjesdag genoemd. En bruin is de kleur van de nazi-beweging. Dus de uniformen van de nazi-beweging waren bruin. Dus vandaar de naam Bruine Prinsjesdag. En wat heeft hij toen bekendgemaakt hier? Wat heeft hij gezegd? Nou, hij heeft bekendgemaakt dat hij het gezag namens Hitler het gezag overneemt van de militairen, dus van de Weermacht in bezet Nederland. En dat hij hiermee de belangrijkste man is voor het Duitse regime in Nederland. En wie waren daarbij? Want het waren heel wat mensen die hier toen stonden. Ja, dat was eigenlijk de hele top van de Weermacht die in Nederland aanwezig was. Die had tot die tijd het bestuur hier vormgegeven. Er was bovendien ook een aantal nieuwe bestuurders die Seyss Inquart had meegenomen, Duitsers, dus hoge Duitse autoriteiten. En daarnaast zat er eigenlijk de top van het Nederlandse ambtenarenapparaat was ook aanwezig, dus de secretaris-generaal. En buiten ook nog veel militairen, hè? Ja, buiten stonden ook militairen te wachten. Ja, dat hoorde gewoon bij het hele vertoon. Ja. Binnenhof 1A was de ingang naar de oude zaal. In de hal staan nu 3 eremonumenten ter nagedachtenis aan slachtoffers van oorlogen. Er is de erelijst van gevallenen, met daarop de namen van bijna 18.000 militairen en verzetstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Er is de Indische plaquette
die de slachtoffers herdenkt van de Tweede Wereldoorlog in het toenmalige Nederlands-Indië. Leendert Polly is een van de bodes die betrokken is bij een dagelijks ritueel in deze ruimte. We zijn op Binnenhof 1A en we zien hier een aantal dingen die ons doen denken aan de Tweede Wereldoorlog. Daar zien we het boek met 18.000 namen van mensen die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn militairen, verzetstrijders. En na de Tweede Wereldoorlog zijn al die namen bij elkaar verzameld en is dat toen aangeboden hier aan de Tweede Kamer door koningin Juliana. En elke dag wordt er een bladzijde omgeslagen en zo blijf je terugdenken aan de mensen die voor ons gevochten hebben, voor onze vrijheid. Wat betekent het voor jou, deze ruimte? Want jij kent ook iemand die in dat boek staat, toch? Ja, klopt. De broer van mijn oma, die staat daarin. Dus ik heb die man natuurlijk nooit gekend, want hij is in 1942 omgekomen. Maar hij is dus een van die 18.000 mensen die erin staan. Het doet me denken aan mijn oma, dat vind ik mooi. Maar het komt ook wel dichtbij dat iemand gevochten heeft voor de vrijheid, waar je natuurlijk lang niet altijd bij stilstaat in Nederland. En dat we dat hebben. En een familielid vind ik heel bijzonder eigenlijk wel. En zijn tweede naam is ook Leendert, dat is ook mijn naam. En daar kwam ik pas achter toen de digitale versie uitkwam. Dus in het boek staat het volgens mij niet, maar in de digitale versie zie je wel zijn tweede naam erbij staan. En dat is Leendert. En dat is, dus ik hoop dat ik ook nog een beetje vernoemd ben. Dat moet ik eigenlijk eens aan mijn vader vragen, maar ja. Dan is er ook nog een monument, een zuil daarachter, heeft te maken met Nederlands-Indië. Ja. Wat is dat precies? Ja, dat doet denken aan die tijd daarnet na, hè? De oorlog in Nederlands-Indië, de strijd die daar geleverd is. En die hebben dus ook een apart monument gekregen. Ja, en wie worden daar dan precies herdacht? Ja, de mensen die zijn omgekomen in die periode. Dat is volgens mij vanuit beide kanten natuurlijk. Dat zijn ook Nederlandse militairen omgekomen, maar ook veel meer mensen daar natuurlijk. Nou staan twee bustes hier in deze ruimte. Laten we ze even langslopen. Wie is dat? Dat is Gerbrandy, de minister-president tijdens de Tweede Wereldoorlog in Londen. Aangesteld door koningin Wilhelmina. Die natuurlijk over Radio Oranje toespraken gaf. Het Nederlandse volk moet inpraten. En daar staat een heel mooi abstract beeld van haar. Ja, en Wilhelmina zat toen in Londen. Ja, net als Gerbrandy. Ja. Wat gebeurt hier op 4 mei? Op 4 mei is hier een kranslegging en dan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer komen een krans leggen. Meestal is de minister-president er ook bij, de Raad van Ministers, dus ook de ministers uit de overzeese gebiedsdelen, andere landen binnen het Koninkrijk. En die leggen hier dan een krans neer op 4 mei. Op 25 september, precies 75 jaar geleden dat de Tweede Kamer na de oorlog weer vergadert, spreek ik met de huidige Kamervoorzitter. Mevrouw Ariep, vandaag is het 75 jaar geleden dat we na de oorlog weer voor het eerst het parlement bij elkaar kregen. Belangrijk dat we dat herdenken? Heel erg belangrijk, maar ook een beetje bizar, hè, in tijden van corona. Dat je in vrijheid eigenlijk democratie viert. Wij voelen ons ook een beetje beperkt. Natuurlijk is het anders dan in tijden van oorlog. Maar minder vrijheid, dat is wel nu het geval. Desalniettemin vind ik het een heel belangrijk moment om daarbij stil te staan als parlement. 75 jaar geleden. Het is een moment dat de Tweede Kamer niet zonder meer voorbij wil laten gaan. Zeker in een jaar waarin zoveel herdenkingen gedwongen zijn afgelast. Is het prettig dat het nog kan. Dat we in deze setting op afstand van elkaar, maar met elkaar, stilstaan bij de impact van de oorlog en bij de betekenis van vrijheid. Ja, want wij denken dat het heel vanzelfsprekend is dat we hier normaal gesproken de democratie vieren. Hè? Maar dat is natuurlijk niet zo vanzelfsprekend. Nee, er is natuurlijk een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Het was in mei 1940... toen de Duitse bezetters de Binnenhof heeft bezet, overgenomen en de democratie buitenspel heeft gezet. En het parlement heeft 5 jaar niet gefunctioneerd.
En dat heeft ook te maken met het feit dat de voorzitter, de oud-voorzitter, Joop van Schaik, die heeft toen op 10 mei 1940 de vergadering geschorst. Heel moedig, omdat hij van mening was, en ik ben het helemaal met hem eens natuurlijk, dat democratie niet samengaat met bezetting. En toch heeft hij de vergadering geopend en geschorst, niet gesloten. Dus hij zei, zolang er bezetting is, gaan wij niet vergaderen. En hij heeft het niet gesloten, omdat hij van mening is dat je gewoon schorst. En hij was ervan overtuigd dat de democratie zich zou herstellen. Een Kamer die als het moet compromissen sluit over partijgrenzen heen. En een parlement waarin elke stem gelijk telt. Om er uiteindelijk samen zo goed mogelijk uit te komen. En Van Schaik, even terug naar uw voorganger ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Heeft u zich wel eens in zijn positie proberen te verplaatsen? Hoe moet hij zich gevoeld hebben? Ik denk dat hij handelde vanuit de overtuiging dat het parlement sterk moet zijn. En als je onder een bezetter moet functioneren, dan doet hij dat niet. Het is eigenlijk een teken van protest. Ja. 10 mei 1940. Geachte medeleden, wij staan voor de afschuwelijke werkelijkheid van de oorlog. Nederland, alom bekend als vredelievende en de vredebevorderende natie, is desondanks met meedogenloos geweld overvallen. Wij, vertegenwoordigers van het volk, protesteren uit het diepst van ons hart en met de meeste felheid tegen de gruweldaad aan ons land en zijn inwoners bedreven. Leger en vloot zullen echter in onverschrokken moed en in edele zelfopoffering de vijand met de wapenen weten te weerstaan. Maar hoe zou hij zich gevoeld hebben, denkt u? Nou, ik denk dat hij het best wel zwaar moet hebben gehad. Ook omdat Kamerleden toen ook gevangen werden gezet, gemarteld werden. Op 25 september 1945 een deel van de Kamerleden kwam niet meer terug. Omdat ze gewoon verdwenen waren. En dat moet voor hem een hele zware periode zijn geweest. En raakt het u ook? Want ik zie u bijna geëmotioneerd raken ja, daarvan. Ja, nou, als ik nu deze zaal zie, hier gebeurt het allemaal. En alle burgers zijn vertegenwoordigd hier in deze zaal. En kiezers zien hun volksvertegenwoordigers. Sommigen hebben 2 zetels, anderen hebben 30. Maar het feit dat alle kiezers zich hier vertegenwoordigd voelen, vind ik een groot goed. Ik ben hem dankbaar dat hij van grote betekenis is geweest voor onze parlementaire democratie. 60ste vergadering, 10 mei 1940. Toespraak van den voorzitter. Geachte medeleden, wij staan voor de afschuwelijke werkelijkheid van den oorlog. Nederland, alom bekend als vredelievende en den vrede bevorderende natie, desondanks met meedogenloos geweld overvallen. Wij, vertegenwoordigers van het volk, protesteren uit het diepst van ons hart en met de meeste felheid tegen de gruweldaad aan ons land en zijn inwoners bedreven. God sta ons bij in deze beproeving en sparen ons dierbare vaderland. In verband met de omstandigheden worden de werkzaamheden van de Kamer alle voor onbepaalde tijd geschorst. De bijeenkomst wordt gesloten. De Kamer gaat tot nadere bijeenroeping uiteen.